Het is woensdagavond 22 mei, Amsterdam busstation. Het is de laatste van vanavond. European Language Rights and European Integration is a lie. Een hele, maar dan ook een hele eurokritische poster die aangeeft, die mijn mening vertegenwoordigt, dat er heel wat mis is met Europese integratie. Dat de Europese Unie juist de kernwaarden, het hele idee achter Europa, de Europese waarden, nooit meer oorlog, mensenrechten, rechtsstatelijkheid, gelijkheid, verdediging van de rechten van mensen, van minderheden, Europese identiteit, eigenlijk alles waar Europa voor zou moeten staan, juist die waarden kunnen ze niet naleven. In plaats van de rechten af te dwingen die na het etnische check van Joegoslavië, naar Srebrenica en alle gruwelijkheden in de Joegoslavische oorlog hebben plaatsgevonden, heeft Europa niet kunnen voldoen omdat Roemenië alle wetten en afspraken aan haar laars lapt en doet waar ze zin in heeft en eigenlijk haar eigen bevolking administratief zuivert, Hongaren etnisch onderdrukt, dus administratief het leven zuur maakt en notabene de Joodse en de Duitse bevolking administratief heeft vernietigd tijdens het Ceausescu-regime. Europese integratie is een leugen zolang je als voorzitter van de Europese Unie je eigen minderheden, dus je eigen bevolking, het leven zuur maakt. Immers, het is niet mogelijk om je eigen bevolking het leven zuur te maken en tegelijkertijd het Europese burgerschap na te leven. Stel je voor, wanneer je bijvoorbeeld in Nederland etnische Friezen zouden onderdrukken, zoals tweederangs burgers zouden behandelen. Friezen zouden geen politieagent mogen worden, geen ambtenaar mogen worden. Friezen zouden zijn achtergesteld. Dan zou het toch mogelijk zijn om tegelijkertijd een goed Europees burgerschap te kunnen geven. Dus dat is het hele idee achter mijn mening. Ik hoop dat deze langer blijft staan, want de poster is op veel plekken weggehaald, puur vanwege het feit dat er reclame op kwam. En dat is natuurlijk verboden.